vanmiddag over grondrechten en publieke gerechtigheid en alle andere discussies in de zorg is veel te zeggen. Maar dat zal ik niet doen, want het is zeer de vraag of dit gaat helpen in het oplossen van het probleem van de zorg. Ik hou het simpel. Wat is 2G in de praktijk? Je bent 40 jaar getrouwd, je wil een feestelijk dinertje geven, alleen je schoonzoon en 2 kleinkinderen zijn niet ingeënt. Ruzies en boosheid tot gevolg. Volgens mij is het zo dat je dan kunt zeggen, nou laat je inenten, ik hoor het u denken, maar wij hebben als CDA's er altijd voor gestaan dat dat een eigen vrijheid is. Laten we dat alsjeblieft blijven doen. Corona blijft, het gaat niet meer weg. We moeten ermee leren leven, samen. Stem daarom voor deze resolutie.